hier aan de Parallelweg in het mooie Hoogsebergen. Bijzonder welkom ook aan onze burgemeester Gerrit-Jan Kok en onze commandant van Brandweer Twente, Stefan Wevers. Als nieuwe kazernecoördinator, gloednieuwe hier van Haaksbergen, ben ik ontzettend trots en blij dat we hier straks kunnen beschikken over een hele mooie, nieuwe, moderne en functionele kazerne. En ik denk dat ik dan ook spreek namens mijn 23 andere collega's hier in Haaksbergen. Ik hoop dat we met deze kazerne weer een hele tijd vooruit kunnen. Vandaag zijn we hierbij ingekomen voor de eerste steenlegging. En die zal zo plaatsvinden en gebeuren door onze commandant en de burgemeester. Beste mensen, volgens mij is dit een geweldig moment voor Haaksbergen. Maar zeker ook voor het korps. En daar wil ik eigenlijk gewoon mee beginnen. Waar jullie nu zitten, aan de Spanbeddenstraat. En daarvan moet je constateren, die brandweergarage die voldoet eigenlijk niet meer aan de eisen. Als je kijkt naar het gebouw zelf, is niet meer van vandaag. Arbotechnisch niet, het gebouw zelf niet. En het thema wat gespeeld heeft ook in de politiek is toch de opkomsttijden. Met deze locatie zal dat absoluut beter worden. Gefeliciteerd. Ja, de eerste steen is gelegd, dus de bouw, de tempo zit erin. Dus nog even en dan kunnen we over naar de nieuwe kazerne. Waarom is de locatie Parallelweg gekozen? Het belangrijkste is denk ik de centrale ligging in Haaksbergen. Waar we nu zitten halen we de opkomsttijden vaak niet, omdat we eigenlijk helemaal niet meer centraal liggen. Ja, als je nou kijkt naar de locatie, liggen we gewoon in het centrum van Haaksbergen. Dus voor onze vrijwilligers waar ze wonen is het ook een ideale locatie. Iedereen wordt er eigenlijk nou om in. Dus qua tijden, qua snelheid van uitdrukken gaan we erop vooruit. Wat ik van de planning van de aannemer heb gezien, is die volgens mij voor het einde van het jaar wordt die opgeleverd. Dan is het eventjes afhankelijk van de verhuizing en alles, hoe snel het gaat lopen. Maar ik hoop toch wel in het voorjaar van 2017 dat we over kunnen. Kan de Haaksbergse bevolking ook de nieuwe brandweerkazerne straks bewonderen? Ja, we zijn bezig met het plannen van een open dag en die gaat ergens in april plaatsvinden. Dus dan hopen we dat we de deuren open kunnen doen en dat we iedereen uit Haaksbergen en omgeving, heel Twente, dat we hun een kijkje kunnen laten nemen in onze brandweerkazerne.